De regering biedt humanitaire hulp aan de Cubanen die gestrand zijn te Soudrin in het district Nikeri. Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. De Cubanen willen de oversteek doen naar Guyana, maar de veerverbinding is nog niet opengesteld. Ze logeren in tenten te Soudrin. Minister Ramdin geeft aan dat alle personen geregistreerd zullen worden. We moeten precies weten wie daar is. Hun situatie. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat er dus hun mensenrechten niet geschonden worden. Er zijn humanitaire aspecten hieraan, kleven hieraan. Dus de bedoeling is dat NCR een stukje dienstverlening gaat doen. In termen van voedsel, maar ook huisvesting enzovoort. Want we willen de sanitaire voorzieningen natuurlijk niet laten escaleren. Hygiëne enzovoort. Maar er zitten ook kleine kinderen tussen en vrouwen die in verwachting zijn. Dus vanuit dat optiek wordt er heel veel werk gedaan. We willen natuurlijk graag zoveel mogelijk helpen. Maar we moeten even goed begrijpen wat de situatie is en wat de problematiek is. We moeten ook weten of de mensen toestemming hebben om die oversteek te maken. Het lijkt op dit moment dat dat niet het geval is. Dus wanneer we al die informatie hebben, later op de dag zit ik dan weer met het team om te kijken wat we moeten doen. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid zegt dat het COVID-managementteam van Nikeri heeft geconstateerd dat de mensen de COVID-19 maatregelen niet in acht nemen. Ramadin begrijpt dat omdat de mensen in grote problemen zijn. Dat COVID bij hen op het moment absoluut niet aanslaat, om het zo te zeggen. Dus feit is, we houden het wel in de gaten. We bieden wel die ondersteuning, we geven adviezen. Maar kijk, de mensen zitten op elkaar daar, de mensen zijn met grote groepen bij elkaar. Ja. En inderdaad, het zal een zorgelijke situatie zijn als daar COVID ontstaat. Ja. Want dan krijg je een mass spreading event daar. Ja. Dus je moet dan snel kunnen containen. Hallo, minister Amar Ramadin van Volksgezondheid. De regering heeft een clusterministerraad ingesteld om deze situatie aan te pakken.